Dit programma wordt u aangeboden door het Rotterdams Uitbureau en Luxor Theater Rotterdam. Bijzonder goedenavond, welkom bij TV Rijnmond, bij Dave on Stage hier in de Rijnfoyer in het nieuwe Luxor. Morgen het heerlijk avondje, morgen 5 december, maar nu nog even gezellig met elkaar. Hele leuke gasten, in het nieuwe jaar staat hij in het nieuwe Luxor. Hans Klok. En dit jaar nog te zien met haar nieuwe theatertour Sabrina Stark. Monday morning, the weekend is over. Time to hurry up now. You put your clothes on, but you'd rather stay in bed, 'cause you're feeling kind of down. Don't think the world is always against you, 'cause these are the kind of days that everybody has to go through. And I know exactly what it feels like. I know when life is on the downside. And I know you see it all in blue, but trying not to shade the fits for you. And I know that you know what it feels like. I know, look at it from the bright side. And I know you see it all in blue, but trying not to shade. Try another shade. The phone is ringing, you don't feel like talking. Ain't got nothing to say. The sun is shining, clouds keep rolling in. Nothing seems to go your way. Put on a smile, see how that works out for you. 'Cause these are the kind of days everybody has to go through. And I know exactly what it feels like. I know when life is on the downside. And I know you see it all in blue, but trying not to shake the fits for you. And I know that you know what it feels like. I know, look at it from the bright side. And I know you see it all in blue, but trying not to shake, trying not to shake. Not every song is sad, it just might seem that way. Just change your melody, different colors, different shades. And I know exactly what it feels like. I know when life is on the downside. And I know you see it all in blue, but trying not to shade. Oh, when life is on the downside, yeah, I know. Try another shade, 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 try another shade. Sabrina Stark, ze komt straks nog. Terug met een fantastisch nummer. Hans, meestal is nu het moment aangekomen dat wij naar de thuiskunstenaars gaan. Oké. Niet dat hij ziek is geweest of dat hij weg is getoverd, maar we dachten volgende week is de laatste uitzending. Dus we doen even, ja, wat een humor hè. Ja, nee. We doen het even wat anders. Serge, kom er ook maar vast bij, want het gaat wel over thuiskunstenaars. Serge is van het Rotterdams Uitbureau. Hoi. Hoi. Hoi.
Ja, Serge, we hebben nu volgens mij 12, 13 weken lang thuiskunstenaars een podium gegeven om iets te laten zien. Nou, er ligt nog zo'n stapel te wachten. Wat kunnen we voor die mensen doen? Gaan we nog iets doen? Want ja, de serie is klaar. Dave on Stage zit de volgende week op. Ja, nou, er gebeurt heel veel sowieso al voor thuiskunstenaars. En dat gaat niet alleen over het schilderen, maar ook het zingen bijvoorbeeld. Het bleek dat er een hele grote behoefte was aan één plek waar je nou eens een keer goed kunt oriënteren wat je nou zou willen doen. Ja. Nou, en die plek die wordt volgende week gelanceerd. En dat is doodok.nl. Je vindt het online, daarom ook .nl natuurlijk erachter. Ja. Maar daar staan workshops op. Natuurlijk staan er ook cursussen op. Maar het gaat ook veel meer de dialoog aan, zoals we dat dan noemen. Waarbij het ook mogelijk is, bijvoorbeeld als je met een band wil repeteren, dat je repetitieruimte, dat je daarnaar kunt vragen van, nou, weet er iemand goedkope repetitieruimte in Rotterdam? Dus als u zich had opgegeven en buiten de pot heeft gepiest qua aandacht bij Dave on Stage, doodok.nl. Nou, het is december, dus dan komen natuurlijk de klassiekers ook weer van stal. En één daarvan is natuurlijk het verhaal van Oliver Twist. Jongetje dat uit het opvanghuis op straat terechtkomt in de grote boze wereld. Nou, daar kun je de klassieke versie van spelen. Maar we hebben gelukkig theatergroep Siberia ook hier in Rotterdam zitten, een jongere theatergroep. En die spelen daar een eigentijds variant van. Maar ze houden wel aan het verhaal vast. Het is wel gewoon. Ja, de basis is hetzelfde. Maar dan een hele nieuwe draai. Dus, ja. Met een twist. Met een twist. Nou, heel goed. Ja. Hè, de ene laatste week. Ja. Tweede tip. De tweede tip. Het Wereldmuseum hier in Rotterdam. Die hebben de tentoonstelling Inca Capacucha. En dat is een tentoonstelling. Ja, ik heb er zelf ook drie keer over moeten denken. Nog eens een keer. Inca Capacucha. Ah, goed zo. Ja. En die gaat over het Inca-rijk. Dat natuurlijk een hele bloeiende beschaving was in Zuid-Amerika. En totdat de Spanjaarden daar kwamen en dat rijk compleet is verdwenen. Het is wel heel ingewikkeld. Want ik kijk wel eens Discovery Channel en dan zie je over die Inca's. Maar dat is niet even een kort verhaal. Daar zit heel veel achter, al die rituelen. Maar als je dat niet weet, hoe kan je dan van die tentoonstelling genieten? Nou ja, dat is dus het mooie, vind ik, van het Wereldmuseum. Die hebben op zondag hebben die de instaprondleidingen. En daar hebben ze een jamaitje. Ja, een jamaitje. Ja, dat weet je niet. Maar een aantal weken geleden was Jamai hier. En de laatste keer dat hij in het museum was Krullenmurlen, geloof ik, in 1988. Ja. En sindsdien hebben we het instapmodel. Dus vaak is dat met een inleiding. En dat noemen wij tegenwoordig een jamaitje. Een jamaitje. Okay, ja. En het jamaitje, dat houdt in dat je een rondleiding krijgt. Die hebben we voor kinderen, is die, of voor jeugd. En voor volwassenen. En dat is op een zondag. En dan heb je bij je gewone entree kun je dan meegaan met een rondleiding waarbij dus iemand dat hele verhaal vertelt. Dus normaal als je door zo'n museum loopt, dan zie je al die prachtige voorwerpen liggen. Maar als je dat verhaal niet weet, ja, 9 van de 10 dingen zegt mij dan ook niet zoveel. Dan moet je daarin verdiepen. En dan de gratis kaarten. Want we geven altijd in de uitzendingen, tenminste wij niet, maar het Rotterdamse Uitbureau geeft dan de gratis kaart weg. Om het voor mensen nog makkelijker te maken om ergens naartoe te gaan. Gaan we naar ons klok? Niet van mij hoor. Nee? Nee, jij niet. Ik leef daarvan. Ja, mijn kaarten weggeven. Nee, hoor. Ja, maar die kopen jullie zelf, toch? Ja, dat doen wij allemaal zelf. Ik vind best wel dat we een Hurricane Hans Klok kaart weg kunnen geven. Echt waar? Jawel, twee ook wel. Twee? Ja. Nou, die houden we dan nog even onder de bed. Ik vind dat een hele mooie, toch? Ja, dat doen we die ook, maar doen we ook die van jou, want die heeft dan al betaald. Ja, dat is voor Twools at the Opera. We hebben het al eens vaker gehad over dans en Scapino, Scapino Ballet Rotterdam. Ja, dat is leuk. Ja, echt een waanzinnig gezelschap, moderne mooie mannen. Dans. Mooie mannen, mooie vrouwen ook. En, ja joh, dat is heerlijk. Het ziet er heel goed uit altijd, het is echt eye candy. Dus zelfs als je de dans dan wat minder vindt, dan kun je daarna gaan kijken. Maar het leidt wel af soms. Het leidt soms af. Maar het leuke is, Twools, dat is één keer in het jaar in juni. En die hebben nu een variant Twools at the Opera. Ja. En Twools, dat zijn allemaal korte stukjes dans. Dus eigenlijk is het een soort zappen door de moderne dans heen. Ze hebben verschillende choreografen die allemaal korte stukken maken. En dan zie je dus in 75 minuten zie je allemaal verschillende stukken moderne dans. En Twools at the Opera, dan hebben ze het dus ook echt gemaakt op operamuziek. Dus het is eigenlijk dubbel zappen. Je zappt en door opera en door dans heen. Waarom heet het eigenlijk Scapino? Dat heb ik nooit. Wat betekent Scapino? Scapino, dat is een figuur uit de Italiaanse theaterwereld. Hij weet echt alles. En daar hebben ze dat op gebaseerd. Dat was een danser, of een choreograaf?
Dat weet ik dan weer niet. Nee, dat moet ik echt nog even opzoeken. Okay. Ik hoorde laatst iemand, oh, is dat die schoenenzaak? Maar dat is... Ja. Het zou het leuke zijn dat ze daar eens een keer op gaan dansen. Ja, is dat subsidieprobleem ook opgelost? Ja, Capino, ja. Dat is een hoofdsponsor. Sponsored bij Capino. Ja. Hoeveel kaartjes voor de Twools? Twools at your opera, 2x2 kaarten. Krijg je meerdere mannen, dus dan moet je mede naar devonsteesapenstaatjerijmel.nl. Als je naar die kaartjes wilt, maar tik er ook even bij waarom je naar Twools wil. En wil je dan één lekkere vent, dan doen we ook nog kaartjes Hurricane. Maar dan moet je even ook een ander mailtje sturen, ook naar devonsteesapenstaatjerijmel.nl. En je telefoon er bij en dan brengen we dat naar Hans, komt het helemaal goed en leuk. Twee kaarten, hè? Twee kaarten? Ja, het kunnen ze, anders ga je in je eentje natuurlijk, ja. Ja, nee, maar ja. Met z'n tweeën. En ja. Doe je ook eens wat leuke vrije kaarten? Ik? Ja. Hoeveel? Nou, voor de kerstshow bijvoorbeeld. Ja, en net als Hans, ik moet er wel van eten. Ja. Ik doe er 4. 4 kaarten. Devon Stage op Bonte Kersttafel. Nu mailen naar devonstage@rijnmond.nl. Serge, bedankt. Volgende week de laatste week. Ja. Laatste uitzending. Ik heb een hele speciale vrouw voor jou geregeld. Volgende week ga ik daar... Ik ben benieuwd. Ja, ja, het was de eerste vrouw met wie jij volgens mij in aanraking cultureel bent gekomen. Oeh. Gaan we straks volgende week. Ja, ik... Meer tips van Serge via www.rotterdamsuitbureau.nl. Muziek? Ja. Sabrina Stark. Captain can't be in April skies. People walking hand in hand through the park. Strawberry colored children smiles, and nobody's really trying too hard. Don't you love how that makes you feel? It might seem like no big of a deal, but nothing's further from the truth. Sunny days are here. Talking about those golden rays, don't disappear. Clouds will come too soon anyway, so seize those sunny days. Seeing magic in a million things, like the promise of tomorrow and today, like the joy of tasting a dewdrop rings. Don't let it slip away. Nothing's like the present time. Reaching high as far as I can, trying to remind you that sunny days are here. Talking about those golden rays, don't disappear. Clouds will come too soon anyway, so seize those sunny days. Hold on and hold fast. Take these moments, try to make them last. Cause they will pass you by before you know. Before you know. Talking about those golden rays, don't disappear. Clouds will come too soon anyway, so seize those sunny days, those sunny days, yes, those sunny days, yes.
Sabrina Stark. En ik moet jou volgens mij feliciteren. Kom een beetje hier dan. Want je bent wederom moeder geworden. Toch? Ja. En ook een nieuw album. Gaat het bij jou altijd gelijk op? Niet altijd. Dit keer wel. Ja, inderdaad. Bedankt. Je gaat het theater in. 20 december. Het Oude Luxor. Ja. Met een beetje een maatschappelijke boodschap ook. Ja, het is eigenlijk mijn verhaal. En inderdaad vertel ik ook gewoon over verschillende onderwerpen. Over Suriname. Ik ben in Suriname geboren. Ja, en nou ja. er komen eigenlijk allerlei dingen voorbij. En dingen die me hebben geïnspireerd. Ik zing covers. Ik zing Surinaamse liedjes. Natuurlijk eigen nummers. Dus gewoon een mix van alles. En het is allemaal tussendoor met afwisselend met verhalen over eigen ervaringen. Ja. Ja. En met een band? Is het alles erop en eraan? Ja, ik sta met een vaste band, met z'n achten staan we on stage. Dus het is gewoon heel gevarieerd op tempo nummers, echt akoestisch, heel klein, met de gitaar. Dus heel gevarieerd is het. Ja. Hij zit er altijd zo zielig bij, maar geef me even een naam. Wie heb je vanavond meegenomen, wie heeft jou net fantastisch begeleid? Clemens Blakière. En is hij er ook bij 20 december? Ja, hij is er ook bij. Oké, u kunt er allemaal naartoe gaan. Sabrina Stark, dus 20 december in het Oude Luxor. Ontzettend leuk en bedankt dat jullie er waren. Ja, Hans. Hurricane. Ja. Ja, de orkaan. Een nieuwe wervelende show. Internationale allure is mij verteld. Ja. Het lijkt, weet je wel, een show met goochelen. Ja. Ik vind het zo'n rot woord. Goochelen? Nee, illusie. Illusies. Denk maar illusie. Okay. Nee, maar ik dacht altijd dat het zo beperkt was. Ja. Hè, waar je uit kan putten. Ja, tuurlijk. Maar hoe anno 2010, 2011, hoe maak je dan zo'n show dat het nog steeds... Boeiend blijft. Ja, dat is heel goed wat je zegt, want het is ook heel moeilijk. Want wat kun je nou doen? Uiteindelijk zijn er maar een paar natuurwetten waar je mee kan spotten. Je kan niet vliegen, maar we kunnen niet onzichtbaar worden. Je kan niet je hoofd eraf halen en er weer opzetten en dan vrolijk verder lopen. Je kan niet uit een ruimte ontsnappen die helemaal hermetisch afgesloten is. Dus er zijn maar een paar natuurwetten waar alle trucs op gebaseerd zijn. Ik kan wel zweven, ik kan wel mijn hoofd eraf halen en weer terug en doorlopen. Dat kan alleen een illusionist. Nou ja, en hoe krijg je het spannend? Door de verhaaltjes rondom te bedenken. Bijvoorbeeld, ik lig onder een guillotine en valt echt mijn hoofd eraf. Dat is ook niet een nephoofd, dat is echt mijn hoofd. Maar dan denk je, dan kun je dat zeggen van... dan omgeef ik dat met een middeleeuws tintje... of we gaan de Franse Revolutie uitbeelden. En dan wordt dat ineens heel boeiend. Want dan ben je niet alleen benieuwd hoe de truc gaat. Want mensen willen natuurlijk altijd weten hoe die gaat. Nou, hij gaat goed. Maar ze willen ook weten hoe het verhaal afloopt. Dus dan kun je het boeiend maken. En ik heb ook voor gekozen om niet een heel verhaal te doen, maar kleine verhaaltjes. Ja. Dus als het ene verhaal niet leuk is, dan is het andere wel weer leuk. Jij kan iets wat een ander niet kan en je gaat dat ook tegen niemand vertellen. Nee. Dus iemand die het heel graag wil, stel je woont in de Alexanderpolder en je vindt het echt heel erg leuk om ook goochelaar of illusionist te worden. Die zit natuurlijk ademloos te kijken, want die kennis blijft bij jou. Ja, daarom blijft het ook zo'n onderontwikkeld vak. Weet je, muzikanten werken samen. Ja. Maar als ik een goede illusie bedenk of een goed geheim weet. Ga ik dat niet, gek zijn ga ik dat niet aan David Copperfield vertellen? Nee. Dus wij zullen ook nooit samenwerken, want ik heb wel eens geopperd om de soort de drie tenoren te doen. Ja, nou, dus ja, David briljant. Copperfield, Siffert de Roy en Hans Klok. Dat was in de tijd dat ik nog niet eens zo bekend was, dus ik had daar veel voordeel aan. Nu kom je als eerste. Ja, nu kom ik als eerste. Jouw naam eerst. Maar, iets groter dan nee, maar... Klok. Dat soort mensen breng je niet bij elkaar, want iedereen beschermt zo zijn geheim. In mijn show heeft iedereen levenslang moeten geheimhouding moeten verklaren, ondertekening, een verklaring moeten ondertekenen. Ja. En dat verlang ik ook van mijn personeel of assistenten of dansers, dat ze er nooit over praten. Nee. En als iemand dat wel doet, dan laat ik die gewoon verdwijnen. Ja, spoorloos. Ja, een bedrijfsongeval. Maar dan is het heel eenzaam, lijkt me. Ja, het... Ja. Toch, jij kan met niemand eens even gezellig. Ik had vandaag toch een dag op het werk, joh. En ik had die truc, weet je wel, die met dat kleppie. Ja, daar had ik toen wel dat vooral mijn vader, die toch heel enorm aan geïnspireerd is. Toen mijn vader overleed, toen was er eigenlijk niemand meer die dat echte begin meegemaakt heeft van mijn tiende af. En die dan alles wist, weet je. En, want alle mensen waar ik nu mee werk, die kennen mij niet vanaf mijn tiende levensjaar natuurlijk. En dat is wel eens raar.
Ja, het is, wij praten ook in codes en zo. Het is allemaal heel ingewikkeld eigenlijk. Maar de basis is dat het wel heel interessant is. Want het is een hele intelligente vorm van kunst. Ja. Want ik laat iets zien wat niet kan. En jullie proberen er met z'n allen achter te komen. Ja. Weet je? En dan kijk je toch met een blik in die zaal van nou, I wish you luck. Dus het is een hele rare energie. Eigenlijk is er ook een beetje negatieve energie aanvankelijk. Want mensen zitten maar van, ik hoop maar dat die klok een fout maakt. En meestal hebben mensen zoiets na 15 minuten van, nou, ik ga nu gewoon genieten. Want het is gewoon, hopelijk dat ze dat denken, te gekke show. En dan geven ze zich gewonnen. Maar mijn grootste compliment is gewoon als mensen zeggen, ik heb me echt verbaasd dat ik dingen heb gezien die niet kunnen. We kunnen het allemaal gaan zien. 11 januari tot en met 16 januari hier het nieuwe Luxor. Maar je gaat niet weg zonder wat te doen. En dat vind ik altijd. Ik ging toch een lied zingen? Ja, je ging zingen. Oh. Moet ik iets tekenen? Nee, je hoeft niks te tekenen. Nee, Ik laat eerst iets zien. Ik ga hier zitten. Ga daar zitten. Je moet er een beetje voor gaan zitten. En dat bedoel ik. Dit heet de kunst van het manipuleren. En in Nederland had daar grootmeesters in. Onder andere Fred Kaps. En uit Rotterdam had je Eddie Schuijer. Het is puur vingervlugheid. Dat je de illusie weg, dat je wat weggooit en toch zit het weer in je hand. Let op. Hier is mee begonnen. Deze truc deed het bij Stuyvesant. En Ria Bremer die kon me wel wurgen. Want ze begrepen het niet. Stuk? Ja. We doen er eentje samen. Kom daar staan alsjeblieft. Oh. Ontspan. Ontspan. Heb je een beetje... Even zo, heb je energie? Ja. Ben je klaar? Ja. Ik heb mee een heel oud tafeltje. Oh, we zetten er even een spannend muziekje onder thuis. Ga even door je knieën. Even buk. Echt, Hans? Ja. En nou, hou je deze punten vast. Deze. En even echt goed vasthouden. Deze ook? Ja. En nu concentreer je. Op jou of op het tafeltje? Wat jij wil. Op de tafel. Op de tafel. Probeer de tafel te laten bewegen. Iets. Alleen de tafel. Kom iets omhoog. Jezus. Kijk maar onder het kleedje. Hi. Oh. En laat maar los. Laat maar los. Ja. Hop. En hiermee zijn we aan het einde gekomen. Meer trucs met echt met wind. Oh, wacht, wat hoort erbij? Even een Hans Klok afsluiter. Echt met Hans Klok. Tot volgende week. We hebben een lied en een glas wijn. Dan kan het zo gezellig zijn. Maak vanavond.
wat veel plezier. Maar geef je hoed de jas maar heer, want ik ben Jaapie de portier. Nou, dit soort liedjes van Jaapie, Valkhof en natuurlijk vier lekkere jongens die noemen zichzelf Replay. Bij TV Rijnmond, Dave on Stage en Harry-Jan, die gaat lekker door. Zo lekker met. Dit programma werd u aangeboden door het Rotterdamse Uitbureau en het Luxor Theater Rotterdam.